Wat ik zelf het leukste vind aan de rol als commissiegevier is dat je echt de regisseur bent van de vergadering. Het begint eigenlijk al ver voordat de vergadering überhaupt plaatsvindt, dat je met stukken bezig bent, maar ook alle deelnemers aan de bespreking, zo in positie te brengen dat iedereen goed voorbereid naar de vergadering gaat. Ik wil de vergadering van de Staten van Flevoland openen, dat doe ik bij deze. Ik heet u van harte welkom. Als je werkt bij een griffie, dan heb je echt een meerwaarde voor de democratie. Dan sta je echt actief aan bij te dragen. En in die democratie kom je ook heel veel verschillende mensen tegen. Dus heel veel verschillende soorten mensen en inwoners, maar ook statenleden. En dat vind ik heel leuk. Je hebt soms te maken met mensen die bijvoorbeeld best wel in hun werk heel veel ervaringen opdoen met het soort van werk van statenlid. Maar je hebt bijvoorbeeld ook te maken met iemand die in zijn dagelijks leven helemaal niet op die manier werkt. Dus iemand die minder bekend is misschien met computers of met het bureaucratische systeem van de overheid. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ik in ieder geval heel erg moet kijken naar wat heeft deze persoon nu nodig en hoe kan ik die persoon helpen. Dus het is eigenlijk ook heel dienstgericht. Als je binnen ons griffieteam werkt, dan is het soms best wel hard werken. De dagen zijn druk en soms ook lang en dat vraagt best wel wat van je. Maar als je samenwerkt als team om echt dat resultaat te behalen, dat voelt gewoon heel goed. Aan het eind van de dag heb je samen toch een vergadering neergezet. Daardoor is er ook heel veel ruimte voor ontspanning en een grapje. Dus we kunnen goed met elkaar overweg om ook de druk soms weer te verlagen met elkaar. Dus dat is heel leuk. Ja, en je hebt elkaar ook echt nodig in het werk. Waarom ik vind dat andere mensen dit werk echt zouden moeten doen, is omdat je echt kunt bijdragen aan de maatschappij. Ook echt als bij de overheid kunt werken, maar tegelijkertijd niet in een saaie kantoorbaan per se zit. Er gebeurt heel veel. Je moet soms ook echt lef hebben, ook durven een andere houding aan te nemen. En soms ook misschien je eigen hoofd op het hangblok te leggen, maar echt ergens in geloven. En dat vind ik zelf ontzettend leuk en dat geeft je werk.